Ik spreek met Recht van Steen, senior client director Kantar TNS. En jullie hebben vandaag een onderzoek gepubliceerd naar wat er eigenlijk in de crypto-winter op het ogenblik aan het gebeuren is. En hoeveel mensen nog bezig zijn met crypto. Hoe staat het ervoor, Recht? Hoeveel waren het er? Hoeveel is het gegooid en hoeveel hebben we er nu? Ja, nou, het zal niemand verbazen dat dat afgenomen is. We zijn dit jaar teruggegaan van 580.000. Dat waren er in... Dit ging even mis. Even een telefoontje tussendoor. Ja, dat moet ik even opnieuw doen. Moet ik er opnieuw doen? Nou ja, in ieder geval. Dus zeg maar gewoon van... Dus je kunt meteen met het antwoord beginnen. Okay. Dus, ja. Ja. Het zal niemand verbazen. Ja. Okay. Het zal niemand verbazen dat dat minder is geworden dit jaar. Aan het begin van het jaar hadden we er zo'n 580.000. Het zijn er nu zo'n 100.000 minder. Dan kun je zeggen, nou, dat is best veel, hè, 100.000. Aan de andere kant, ja, 5 van de 6 zijn dan toch blijven zitten. En zoals je net al zei, die markt is verschrompeld. Als je kijkt naar de marktkapitalisatie, dan vind ik dit eigenlijk best wel een bescheiden reactie. En dan zie je dat de meeste Nederlanders daar toch redelijk, blijven zitten. Blijven zitten en niet hysterisch op reageren. Ja, hey, en een jaar geleden, hoeveel mensen hadden toen crypto? Toen zaten we in orde van grootte van zo'n 150.000. Dus dat betekent dat we vandaag de dag nog steeds 3 keer zoveel mensen in crypto hebben zitten dan een jaar geleden. Ja, de gemiddelde waarde is zeg maar met 80% verminderd, of de koers. Mm. Hoe zit het met de totale waarde in de portefeuille van de Nederlanders? Ja, die is dit jaar uiteraard ook flink gezakt. Dus als je als eikpunt neemt januari, ja, dan is het natuurlijk helemaal niet raar dat dat omlaag is. Maar we hebben ook eens gekeken naar, ja, als we kijken naar precies een jaar geleden, dan zie je eigenlijk dat die per saldo even groot is. Ja. Dus dan zie je dat de gemiddelde portefeuille van de crypto-investeerder van toen is qua dagwaarde even hoog als dat die nu is. Maar goed, er staat tegenover dat we nog steeds wel 3 keer zoveel crypto-beleggers nu hebben. Dus de Nederlandse consument, een crypto-portefeuille, om het zo maar uit te drukken, is daarmee in zijn totaliteit wel 3 keer zo groot. Maar gemiddeld per crypto-investeerder is die eigenlijk hetzelfde gebleven. Dus ja, ze hebben geen verlies geleden, gemiddeld dan, hè, maar ook geen winst. Ja, de particuliere beleggers, zeg maar, die jullie vooral hebben bekeken, hè, want dit zijn niet de professionele. Wat is de totale waarde van die 500.000 portefeuille wallets? Ik heb dat zo eigenlijk niet berekend. Dat is ook lastig, omdat je natuurlijk een aantal grote whales hebt zitten. Nee, daar kijk ik niet aan. Maar jij zegt dus, de gemiddelde waarde van de wallet in Nederland. Hoeveel is die op dit ogenblik? Je moet zo zien dat ongeveer 2/3 ervan heeft minder dan 1000 euro aan waarde. Dus ik heb geen gemiddelde berekening, maar 2 van de 3 crypto beleggers. De dagwaarde van wat ze erin hebben zitten bedraagt minder dan 1000 euro. Ja, en 1/3 is meer. Dus als het nou 750 zou doen, zeg maar, dan zou het dus ongeveer iets zitten op 500 miljoen, 400 miljoen euro bij elkaar. Alles bij elkaar. Ik zou dat even als marktonderzoeker goed willen uitrekenen voor ik hier een antwoord op geef. Prima. Nou, dat gaan we dan zometeen nog eventjes doen. Ja. Hebben jullie ook nog gewoon gekeken van hoe mensen erin zitten met sentimenten en andere? Heb je nog andere dingen te melden over deze groep? Het is een hele beknopte studie geweest. We hebben wel aan de mensen die vertrokken zijn gevraagd waarom ze zijn vertrokken. Nou, dan krijg je natuurlijk mensen die zeggen ja, ik wil mijn verlies beperken. Ook mensen die zeggen ja, ik heb winsten willen nemen. Maar toch ook een kwart van degenen die vertrokken zijn, die zeggen ja, ik heb er eigenlijk geen vertrouwen meer in. Ik geloof niet meer in cryptovaluta als een betaalmiddel. Hoewel dat in de praktijk natuurlijk voor de meeste mensen een vorm van beleggingen was. Maar ik geloof niet meer in cryptovaluta voor de toekomst. Oké. Okay. Hey, de rol van Bitcoin en Ethereum en dat soort zaken? Nou, je ziet wel dat Bitcoin in de zin van aangetroffen worden in de portefeuilles, dat afgenomen is ten opzichte van een jaar geleden. Dat ligt ook wel een beetje voor de hand, hè. Er zijn zoveel coins erbij gekomen. Maar even ruwweg, toen had je bijna 3/4 van de portefeuilles had wel Bitcoin. Dat is nu iets van 56%. Nou, wat laag. Ja. Ongelooflijk. Ja, dus dat is wel afgenomen. Ja, dan zie je wel een paar munten die gestegen zijn. Dat is onder andere Ripple. Ja. Die, ondanks dat die ook natuurlijk behoorlijk weggezakt is, nu wel in veel meer portefeuilles voorkomt dan toen. Maar we hebben ook even expliciet vastgesteld van hoe zit het nu met de gulden. En dan zien we toch dat bijna 1 op de 5
cryptobeleggers heeft gulden in portefeuille te hebben. Wie zit er in godsnaam in de gulden? Nee, ja. 20% van de mensen heeft... Ja, 20% gulden in portefeuille te hebben. Je hebt de gulden en de i-gulden. Er zijn er ook nog twee verschillende van. Dat is ook nog een beetje... Nou, dat zal ik eerlijk zeggen, dat hebben wij niet nader onderzocht. We hebben het gewoon gulden genoemd en mensen die dat aanvinkten. Daarvan weten we dat dat dus één van de vijf is. Ja. Vind ik echt heel erg hoog. Oké. Ja. Heb je nog gevraagd naar de toekomst? Wat mensen nee. of ze nog nee, meer willen gaan kopen of juist weg willen nee. gaan? Of hebben we niet gedaan. Ook gezien. Ja, kijk, je zou kunnen zeggen, het is nu zo weggezakt. Dit zijn aankoopmomenten. Wij vonden dat niet zo'n vreselijk relevante vraag op dit moment. Ja. Het is nu echt gewoon enorm gedaan. We zitten midden in de crypto-winter. Ja. Hè? Dus dat kun je wel zeggen. Voor de volgende keer zou ik echt graag ook het sentiment willen weten. Van, nou, is dit een mooi moment om te kopen? Of is het een moment om te verkopen? Want ja, dus enerzijds is het gewoon goedkoop. Dus het is een mooi moment om weer erheen te gaan. Maar goed, dat zal ik dan de volgende keer vragen. En dan gaan we ook even een enquêtetje in doen in deze nieuwsbrief. Oké, nou dus is het één keer per jaar of twee keer per jaar dat je deze test... We proberen dit twee keer per jaar te doen. Ja. Oké, dus we gaan... Ja. Ik ben in ieder geval voornemens om een... crypto winter seminar te organiseren. Dus einde van het jaar. Om te kijken van jongens, hoe staat het ervoor? Hoe lang gaat het duren? Wat moet je? Hoe kom je zo'n crypto winter door? Moet je hoddelen? Moet je allemaal nieuwe dingen doen? Dus ik ga eens kijken of deze mensen ook een handvaartje kunnen gaan sturen. Dat wordt natuurlijk online weer uitgezonden. Uiteraard. Wij zaten vorig jaar, voor het eerste keer hebben we elkaar volgens mij toen ontmoet in Ede. Hadden we precies zo'n seminar, zeg maar. Ja, in een hele mooie periode was dat. Ja, het was het randje van de zomer. Ja, nee, maar toen wij vorig jaar september, toen stond die crypto, veel lager dan nu. De totale waarde was toen iets van 100 miljard en nu van 200 miljard. Ja. En dus die is toch nog gewoon sinds die tijd behoorlijk omhoog gegaan. Ja. En aan het begin van het jaar was het helemaal, het totaal was 50 of zo. Dus het is echt een mooi jaar geweest volgend jaar. Zeker. En de bitcoin is ook 9 keer 90% gedaald in value. Dus, ja, ik weet het. Dus wie weet dat toch hoop biedt voor de toekomst. Gaan we in ieder geval voor die crypto winter gaan eens kijken of we dan nog kunnen samenwerken. Lijkt me leuk. Prima. Dankjewel, Recht van Steen, senior cliënt, directeur Kantar TNS. En de persrelease, die zal ik gewoon hierin linken onderin deze zaken. En dan weet ik weer een beetje van hoe hard de winter doorgaat. De Nederlanders blijven zitten. Dankjewel. Juist.